Ja, Timmy, gefeliciteerd. 4-1 tegen SL Seize, opdracht volbracht. We zagen een heleboel goede zaken en een aantal mindere punten. Kan je dat even verklaren? Ik heb alleen maar goede zaken gezien. Ik wist dat je dat ging zeggen. Maar goed, we zagen inderdaad enorm veel kansen die gecreëerd werden. Na 10 minuten had het eigenlijk kunnen, maar misschien zelfs moeten 3-0 staan. Ja. Dus het minpuntje is misschien iets te weinig goals afgelegd. Ja, en je laat dan op die manier een tegenstander terug in de wedstrijd komen, want dan beginnen ze wel aan te voetballen. En je kent die jonge ploegen, die spelen frank en vrij. Maar ik moet zeggen, de eerste 10, 15 minuten hadden we ze echt bij de keel. En ja, 100% kansen gecreëerd. Door het druk zetten, door de goede intensiteit, door de goede energie. En daar moet je jezelf belonen. Onze spits hebben heel hard gewerkt om in die situaties te komen. Samen met onze middenvelders, om de druk zo hoog mogelijk te houden. Maar dan moet je jezelf belonen. Dat is het jammer eraan. Dat je de eerste kwartier niet 2-3-0 kunt maken. En dan denk ik dat de score nog hoger had kunnen uitlopen. Maar goed, het is niet anders. We hebben de tweede helft beter gedaan qua... Ja, wat heb je eigenlijk gezegd tijdens de rust aan de spelers? Play what you see. Spelen wat je ziet. Want nu, eerste helft, na een kwartier, proberen we het te ingewikkeld te maken. En nog een actie maken en nog eens terugkappen. En nog... Nee, gewoon in het collectief denken. En dan komen die kansen wel. En dat heb je ook wel gezien. Ja, het is eigenlijk allemaal veelbelovend, want zonder een Barky, zonder Hens en toch een dergelijke prestatie. Ja, ik moet zeggen dat we er al een aantal gemist hebben de laatste weken. Maar de jongens die rol ingevuld hebben, nogmaals, die verdienen het om te spelen. Een Fabio, een Desmond. Je hebt gezien dat die jongens ook de kwaliteit hebben om bij ons in het eerste elftal te kunnen starten, zelfs die wedstrijden. En dat hebben ze op training getoond. Het is niet omdat nu Barky geblesseerd of een gele kaart of rode kaart valt, dat ze niet verdienen. Dus, ja, een paar weken geleden hadden we hier het debuut van, ik ben even de naam kwijt, Yahya of Yah. Ja. Hoe zit het met die jongen? Die is terug individueel aan het trainen. Dus die heeft een trap gehad tijdens de wedstrijd van tegen Jong Anderlecht. En die is nu, denk ik, terug, al 4 dagen terug op het veld aan het trainen. Dus dat komt ook goed. Interlandbreek is voor hem wel gekomen, voor ons iets minder, omdat je in die goede flow wilt blijven. Dat breekt toch wel even. Na vorige week goede overwinning in Oostende, vandaag. En dan kijk je uit natuurlijk naar die volgende wedstrijd. En die is er dan niet. Dus het volgende week even rust. Maar dat kunnen we ook al goed gebruiken, want de jongens hebben echt al enorm veel gegeven. En vandaag ook, er zat spanning op. Je moet daar niet flauw over doen, want je kan een stap zetten om een gat te maken tussen de 7e, 8e plaats en de play-off plaatsen. Dus, ja, dat was ons doel vandaag. Ja, dat viel mee, die uitslagen van die andere ploegen. De ploegen achter ons, Beveren en Club Luik verliezen. Maar ook Deinze en Zulte Waregem verliezen. We staan nu op een heel mooie 4e plaats. Dat doet dromen, hè? Ja, dat doet dromen. En elke week mag je de lat hoger leggen. Want er vallen misschien ploegen af. We gaan ze nog niet afschrijven, want in voetbal kan het wel raar lopen. Maar als wij ons ding blijven doen, dan denk ik dat we... Ja, de lat inderdaad wel wat hoger mogen liggen, maar niet, geen gekke dingen gaan verwachten, want we zitten met een aantal geblesseerden, met een aantal schorsingen. Er staan een aantal jongens op één kaart van schorsing. Dus dat kan wel de dynamiek binnen een team veranderen. Hopelijk kunnen we dan nog een beetje uitstellen dat ze verstandig met die situatie omgaan. En dat doen ze tot nu toe zeer goed. Maar dat kan zeer snel keren. Dus we moeten de voetjes op de grond houden en elke dag proberen verder te werken. En dan zien we wel. We komen in de eindfase van de competitie. En je mag dromen. We hebben nog 2 toppers aan huis hier. Dat is ook de Waregem en Deinze. Ja, maar ook daar hebben we tegen de topploegen het niet slecht gedaan. Goed gedaan. Dus ik bedoel, we moeten van niemand bang hebben op dit moment, maar wel met nodige respect naar alle ploegen toe, want er kan heel snel iets veranderen. Ja, ik weet niet of je Sportza gevolgd hebt deze week, maar ze hebben een analyse gemaakt van de verschillende ploegen in de Challenger Pro League die kans maakten om in die top 6 te eindigen. Jij werd daar ook besproken en bewierookt. Overschat heb ik gelezen. Ja, jawel, nee, het was een tipfout, denk ik.
Nee, nee, kijk maar eens. Er werd duidelijk gezegd dat je misschien wel geen wereldploeg had, maar dat je alle spelers beter maakt. Ja, maar we hebben wel een wereldploeg, als je ons bezig ziet. Die jongens hebben, die geven elke moment van de dag of elke seconde op training alles. En dat is een van de voorwaarden in het voetbal. Dat je ja, op dat vlak, dat moet gewoon goed zijn. En dan komt de kwaliteit wel. En die jongens hebben van in het begin van het seizoen begrepen van elke dag moet je dat percentje proberen beter te worden. Omdat dat nu op het gebied is van rust pakken, op het gebied van training, op het gebied van behandeling, whatever, of je lichaam verzorgen. En dat hebben ze perfect opgepikt. En je ziet het resultaat. Ja, de aanwinsten in januari zijn een meerwaarde gebleken. Hè? Ja, dat klopt. Dus onze club heeft het werk zeer goed gedaan. Natuurlijk zijn er nog dingen die we kunnen verbeteren naar de toekomst toe, maar dat is het proces. We zijn nog niet klaar en we kunnen nog groeien op bepaalde vlakken. Maar waar we nu staan, ja, dat moet zeggen, chapeau voor iedereen. Dus je wil nog groeien, dat wil zeggen dat we volgend jaar nog op jou kunnen rekenen? Nee, ik heb nog een contract. Oké, dat was wat we moesten weten. Ja.